vers van de pers. De transportstickers zitten er nog op. De auto komt echt net van de trailer af. Maar ik wil jullie in deze video alvast een aantal belangrijke features van deze nieuwe BMW iX3 laten zien. Die pas op 30 januari geïntroduceerd gaat worden. Dus kijk mee. Het goede nieuws is dat de iX3 voor pakweg 80% gelijk is aan de X3 die we kennen. Met wat voor verbrandingsmotor erin dan ook. Waarom is dat goed nieuws? De X3 is een prachtige auto om te zien. En dat is deze iX3 ook. Maar er zijn wel een aantal belangrijke verschillen. Laten we beginnen, nou we er toch staan, bij de neus. Die is iets dichter vergeleken met een X3 met een verbrandingsmotor. We gaan gewoon een klein beetje folie eraf halen, want anders zien we het helemaal niet. Het zijn details en het is vanaf afstand misschien niet eens goed te zien. Maar de nieren van deze iX3 die zijn gesloten. In ieder geval meer gesloten dan de nieren in een verbrandingsmotor X3. Waarom? Omdat er simpelweg minder koeling nodig is voor de elektrische aandrijflijn in deze iX3. Verder, de meer gesloten neus. Alleen wat aerodynamische features om de luchtstroom zo ideaal mogelijk te geleiden rondom de auto. En als we dan doorlopen, dan zien we ook meer gesloten velgen. Die zijn ook anders, die zijn niet verkrijgbaar op een X3 met een verbrandingsmotor erin. Vervolgens kleine accenten, een blauwe i op de zijkant van de iX3. Verder, net zoals aan de voorkant, ook aan de achterkant relatief gezien weinig verschillen. Een iets andere diffuser, geen uitlaat, uiteraard. En het enige wat we eraan kunnen zien, een blauwe i voor het X3 logo. Gelukkig, ook in het interieur relatief gezien weinig veranderingen vergeleken met een X3 met een verbrandingsmotor. Blauwe accenten rondom het BMW logo, blauwe accenten op de start-stopknop en een blauw detail op de versnellingspook. Wilt u nou een proefrit maken met deze iX3? Neem dan contact met ons op of plan uw proefrit in via de website van-poelgeest.nl. Graag tot dan en heel veel plezier!